Welkom bij de Fortis tentoonstelling Surplace. Het pand aan de Herengracht dat u betreedt dateert uit 1665 en is voor deze gelegenheid geheel herschapen door Niels van Eyck, Mirjam van der Lubbe en Zege Reijers. De bank- en verzekeringskantoren hebben plaatsgemaakt voor de tentoonstelling Surplace. De vraag die Fortis mij stelde was: kun je een tentoonstelling maken met wat er in het bezit van Fortis is? En ik zeg dus heel bewust niet de collectie, maar het bezit. Door alle rechtsvoorgangers is er niet één collectie samengesteld. Maar er is een heel bijzonder cultuurbezit. En om dat te tonen heb ik eigenlijk een verhaal bedacht, zodat er een lijn in zou komen, omdat er geen lijn in het bezit zit. Vandaar dat verhaal in 11 hoofdstukken, met 11 thema's, met 11 uitspraken van kunstenaars of dichters of filosofen, om die hoofdstukken te benadrukken. Surplace, een term uit de wielrennerswereld. Het is de balancerende stilstand van een deelnemer aan een wielerwedstrijd op een wielerbaan. Surplace, op de plaats. Surplace als vaarwel. Surplace, stilstand, concentratie, om daarna in volle vaart de wedstrijd te winnen. In de bocht van de trap staat een beeld van Henk Vis met de titel Once Again. Staan is bestaan. Je kijkt vooruit, je denkt achteruit en daartussen sta je. Once again, één stap, volgende stap. To get you there. Nu gaat u een ruimte betreden, voorzichtig. Stoot uw hoofd niet, ook de werken zijn in beweging gezet. Zij verbeelden namelijk de vervoersmiddelen waarmee u zich naar uw werk begeeft. Maar nu staat u stil om ze te bekijken. Stilstand en beweging. Ook als u stilstaat, gaan uw gedachten verder. Ook als u stil zit op uw werkplek, staat uw creativiteit niet stil. Hier zit u echte stoelen, allemaal gebruikt of nog steeds in gebruik in de Fortis-kantoren. En aan de wand pasfotootjes van medewerkers. Zijn zij net van hun plaats opgestaan of komen ze eraan? Loop nu richting koningin Beatrix en betreed de ruimte links van haar. Betreed deze ruimte heel voorzichtig en kijk stil om u heen. Een netwerk van ogen houdt de wereld bij elkaar, zorgt dat zij niet valt. Is de zwarte pupil van elk oog niet ook een prachtige spiegel? Ogen, de spiegels van onze ziel.
de wolkamer, symbool van warmte, van huiselijkheid. Wat is de relatie van figuren tot het fenomeen afbeelding? Wat doet Wouter van Riessen met de Madonna-kind-traditie? Zou de overeenkomst tussen de bronzen tak van Marijn Boling en het boomplantertje op de emailleborden van de levensverzekering Maatschappij Utrecht toeval zijn? Toeval is wat je toevalt. De ruimte die u nu betreedt zegt iets over hoe wij onze vrije tijd doorbrengen. Waar stond de fotograaf Massimo Vitali toen hij de recreërende mens op een strand in Italië of op de Nationale Feestdag in Parijs in het jaar 2000 vastlegde? Naar wie kijken wij? Naar de ander? Naar onszelf? En na het recreëren zijn maandag weer in hun bedrijven bezig. Week in, week uit, week uit, week in, om hun boterham te verdienen. Maar wie weet nog hoe een boterham gemaakt wordt? De video van Elske Neus duurt net zo lang als het maken van een ambachtelijk brood. 4,5 uur. Deze ruimte gaan over materie, waaraan en waardoor wij gebonden zijn. En wij zeggen de namen en wij tellen de dingen. Schilder Toon Teken met rode letters op een blauwe achtergrond. Woorden worden beelden en roepen beelden op. Zo ook de ontroerende tekst aan de binnenzijde van een 18e eeuwse geldkist. Dit zijn de vitrines. De vitrines heb ik beschouwd als een ruimte voor precious objects, voor waardevolle dingen. Een vitrine, is mij altijd geleerd, is het museum in het klein. Ik heb de mooiste zaal van het Fortisgebouw aan de Herengracht, heb ik de beornamentering over laten zetten in het glas, dat is erin gezandstraald. En vervolgens zijn de vitrines dus eigenlijk kleine fortisruimtetjes van de Herengracht in het klein geworden. Die mooiste ruimte die kan nu verhuizen naar de volgende fortislocatie. En omdat het een vitrine is, zullen er altijd weer waardevolle dingetjes in blijven staan. Boeken, boekenkasten, bibliotheken zijn plaatsen van herinnering. In ruimte nummer 17 ontdekt u tussen oude boeken uit de unieke verzekeringsbibliotheek van Fortis de oorspronkelijke uitgave van de waardijen van lijfrente naar proportie van losrente door Johan de Witt. Het is het belangrijkste werk uit de bibliotheek. Johan de Witt was immers de grondlegger van de verzekeringswetenschap. Wat is er kwetsbaarder dan glas? Toch is ook glas gestolde energie. De adem van de glasblazer, de spierkracht van de kunstenaar die met vlak glas werkt, zit erin opgesloten. Zelfs een roze melkkan van Maria Rose kan net als een bronzen been, staan is bestaan, ons aan onze kwetsbaarheid herinneren. En als glas breekt,
dan blijven er scherven over. Scherven zijn overblijfselen. We zijn hier in de ruimte van Nihai Feng. Het werk heeft als titel van het vertrek en de aankomst. Of de aankomst en het vertrek. Dat is inwisselbaar. Dit is werk wat verzameld is met steun van de gemeente Delft bij scholieren aan wie gevraagd was afval van thuis mee te nemen. Deze voorwerpen die zijn dus allemaal meegenomen naar China, afgegoten in China, gedecoreerd in China en weer teruggebracht naar Delft. Alle voorwerpen die hier rondom staan, die komen uit het Fortis-bezit, uit het Fortis-cultuurbezit, Delfts blauw, maar ook wel eens echt de Chinese fase. Dus dat de dialoog tussen deze twee werken, dit hele, hele moderne, eigentijdse werk en ook heel geëngageerd werk. Hè, want de vraag wordt gesteld tussen de persoonlijke identiteit, de meer gezamenlijke identiteit, de culturele identiteit. En het is een heel actueel vraagstuk, die dubbele identiteit en die identiteitsvraag. Onderweg. Een ruimte gevuld met de regenboog, de ochtend, de morgenstond, de liefde voor de wereld en de horizon die altijd voor u ligt. Getting you there. Hoe komt u daar? Kaarten wijzen u de weg, evenals de mentale plattegronden van Antoine Berge. Let vooral op deze kaart van alle Komstrijdse gronden en nieuwe Komstrijdse bedijkte landen, gemaakt in 1618-1619. Een ruzie over de gebiedsgrenzen, het Hollands Diep en Willemstad zijn erin getekend. De dijken zijn aangegeven met het jaar van indijking. Landschap als zodanig bestaat niet in de natuur. Natuur kan niet echt of onecht zijn. Laat deze uitspraak op u inwerken terwijl u naar stad, land en watergezichten kijkt. Langs de wanden hangen alle horizons op 1,50 meter hoogte. De afbeeldingen spreken hier voor zich. U gaat nu door het droomgangetje van Zegerijers langs een klein duimpjespad, vol gouden steentjes naar de theekoepel in de tuin. Ik schilder geen koeien, maar lichteffecten, zei deze impressionist van de Haagse school. En geen natuurlicht, maar komedielicht.
Het gaat er eigenlijk om dat niet alleen dat ene kunstwerk getoond wordt, maar ook die hele verzameling aan kunstwerken samen één verhaal vertellen binnen één context, binnen één ruimte. Een ander voorbeeld is waar we hier nu bij staan, bij de bloemen. Dat is een heel hoofdstuk schilderij, grafiek, tekeningen over natuur. En we hebben daarvoor daarbij bedacht dat het heel mooi gepresenteerd kan worden in een kastvorm. Maar waarbij we ook een soort tijdslijn, een natuurlijke tijdslijn wilden laten zien. Dus elke 2 dagen dat de tentoonstelling duurt, wordt er eenzelfde boeket op deze sokkels gezet. Maar de oude worden niet vervangen. Dus door de maanden heen zie je eigenlijk een hele natuurlijke tijdslijn van helemaal vergane bloemen tot helemaal prachtig nieuw neergezet. Nou, dat draagt ook bij, zo'n lijn draagt ook bij aan het bekijken en het ervaren van de werken die daarbij hangen. In ruimte 29 spreken alle werken over groei en bloei, dus over verval en dood. Kunst is nooit alleen maar nabootsing, maar ook altijd verwijzing naar een minder zichtbare werkelijkheid binnen de context waarin zij ontstaat. Bloemstillevens, interieurstillevens. Je moet uiterst stil leven om een stil leven te kunnen maken, schreef Bernd Leff. En juist wanneer u al die stil levens bekijkt, hoort u het tikken van de klok. Ons leven te verzekeren, de stok en de zilveren boot.